bijna alle gemeenten in Gelderland zijn op 21 maart de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeente is de overheid waar jij als burger het meest mee te maken hebt. Je verlengt je paspoort, je rijbewijs, je vraagt er een bouwvergunning aan om bijvoorbeeld een veranda in je tuin te bouwen en je betaalt geld voor het ophalen van je vuilniscontainer. Een gemeente kan een stad zijn met eventueel nog wat omliggende dorpen, maar ook een groep dorpen. Elke gemeente heeft een burgemeester, een aantal wethouders en een gemeenteraad. De burgemeester en de wethouders worden het college genoemd. In de gemeenteraad zitten mensen van verschillende politieke partijen. Zij heten raadsleden. De gemeenteraad is eigenlijk de baas van de gemeente en maakt regels waar wij ons aan moeten houden. De raad controleert of het college goed zorgt voor alle mensen die in de gemeente wonen. Om de 4 jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dan kiezen alle mensen van 18 jaar en ouder wie zij in de gemeenteraad willen hebben. De stemmen worden verdeeld over het aantal zetels in de raad. Zetels zijn plekken in de raadzaal. Raadsleden van dezelfde partij vormen een fractie. Zo heb je fracties van landelijke partijen. Denk aan VVD, D66 of bijvoorbeeld GroenLinks. Maar ook hebben veel gemeenten lokale partijen. Deze zitten dan weer niet aangesloten bij een landelijke partij. Fracties die het over het bestuur van het komende jaar eens te zijn in hun gemeente kunnen samenwerken en een coalitie vormen. Partijen sluiten dan na de verkiezing een verbond. Uit het verbond volgt een akkoord over de plannen van de gemeente. Dit heet een coalitieakkoord. Partijen die niet in de coalitie zitten kunnen het oneens zijn met de plannen. Zij voeren dan oppositie. En zij zijn daarmee de oppositiepartijen. De gemeenteraad bestaat dus uit coalitie- en oppositiepartijen. De coalitiepartijen kiezen dan iemand die wethouder kan worden en de plannen kan uitvoeren. De plannen worden wel altijd als idee in de raad besproken en de gemeenteraad moet dan toestemming geven voor de uitvoering. Op 21 maart stem jij dus op iemand die jou en vele andere burgers in de gemeenteraad moet vertegenwoordigen. Jij gaat toch ook naar de stembus?